Ja, ja, we back. We gaan het doen, vallen nu. Oké, voor hem? Ja, ik moet het wel. Je shoot me back. Wil? Goed dan. Vind je dat je nodig hebt? Ja. Schrik op de film. Is het serieus? Nou, nee. Pak hem wel. Nee, ik heb het beste deel van. Wow, heb je een bounty mee? Hou je van bounty? Oh, natuurlijk bro, wie houdt er nou niet van bounty? Hey, besef, mensen houden niet van bounty, hè? Mensen zeggen bounty is vies. Ja, ja, ja. Maar ik zeg, echt bounty is fucking vies. Hier, hoor deze. Boys. Kom op. Man. Hoe kan je dan niet lachen? Zie je, dit is waar de Smash community wel een rare boys blijft. Ik zeg, hier is een deze voor bounty wel lekker. Hey, kijk. Bak houdt niet van bounty. Ja, dat is smak. Ik zeg eerlijk, bounty is echt één. Bro, ja. Hoe niet bro? Ik weet het, ik snap het. Boys zijn raar. Ik ga het niet laten, maar ik kan het gewoon niet eten. Raar man. Nee man, bounty is volgens mij, dat is geen beter chocola dan bounty man. Jawel, dat wel. Jawel, jawel. Wel beter chocola dan bounty, maar bounty is wel top 5. Hij doet het op 5. Wat heb je nog meer? Milka. Je hebt sowieso Milka, al die Oreo's. Bounty. Lekker. M&M. Blauwe M&M's. Blauwe M&M's. Blauwe M&M's zijn Rock Life. Milky Way is te zacht, man. Milky Way is te zacht. Like, als je in Milky Way bijt, dan bijt je gewoon door, te snel, man. Ja, precies. Milky Way echt. Ja, het is echt disgusting, man. Bounty heeft nog een beetje die gekke vulling waar je doorheen bijt. Dat is goed. Maar oké. Gewoon goed nu. Ja, toch? Het is gewoon een. Het is gewoon healing power. Is dit 1-1? Het is wel 1-1. Het is 1-1 nu. Ja, ja. Bro, jij denkt dat ik mijn job niet goed doe? Bro, je bent leuk, hè? Wow! Oh, wow! Gaat het wel, bro? Bart houdt niet van bounty, ga weg. Ja, Bart moet per se weer even top doen. Eigenlijk is van hoe kan ik mensen irriteren om te zeggen dat ik niet van bounty uit. Doe gewoon graag Lion chocola, bro. Alsjeblieft, ik eet een baksteen als klein. Lions, nooit van gehoord. Lions? Ik krijg die leeuw. Die leeuw, die is geen leeuw. Niet Cheetos, maar ik bedoel. Cheetos? Cheetos chocolade. Oh, deze! Nee, dit is disgusting, man. Maar bro, deze is echt disgusting. Ja, bro, wat is dit? Nee man, ja nee. Nee, Lion niet man, Lion niet man. Nee, nee. Sorry? We willen eerst vragen of je bounty lekker vindt. Bounty? Bounty. Nice, oké. Als je nee zegt, dan ga je daar weer. Ja, wat dan? Ja, weg wezen. Dan is het graag gewoon nice. Ja, bounty. Nee, ja, kijk, nee, jij speelt de middle ground. Je kan de middle ground niet. Of fucking lek, of niet. Oh, wat is het? Ik vind het niet fucking lekker. Het is lekker. Het is lekker. Oké, lekker. Nee. Maar je take, je vermindert je take als je zegt van ja, ik ben niet gespeeld. Hier is een test. Ik vind de Milky Way lekker. Oké, hij is eigenlijk best wel legit. Goeie, zelfs legit. Hij is best wel legit. Heb je hier bracket? Of pas man, nieuwe phone. Oh, welke phone is dit? S21. Oh, sexy man. Ik heb een monitor, ik heb job, ik ga meteen spenden. Ik heb mijn eerste loodstok hier gekregen. Maar ik ga meteen spenden. Oh, hij is helemaal tegen V-system. Oh, dat is fucking disgusting. En dan gewoon ze op stage recording kiezen de hele tijd. Ze worden boos van. Ik ga altijd bounce tegen mijn neef. Ik ga gewoon een doel. Ook makkelijk. Ik ga gewoon op stage recording. 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 Ik ga gewoon op stage recording
We stoppen het niet. Ik doe alleen dash, ik gooi de hele tijd dash. Dat bloed in de record. Ja. Heb je ooit de BJ gezien dash tegen dash? Bro, oh, ik heb het ervaren. Maar met Bowser kan dat ook, man. Ik ben het zo wel. Dash tegen dash is letterlijk heel erg. Maar hij fietst voor de ook voor de vuur. Maar ik kan gewoon dan voor de Bowser. Dat is wel een beetje. En dan de situatie waar je. Kijk, maar ding is. Hoe? Hey bro, wacht! Hey, die, hey, je haalt best weg, bro. Ik kan messages deleten. Nee, nee, dus ik ben op Lux voor Blackstar Fisher account. Ik kan niet deleten. Ofwel, zij is mod, hij is geen mod. Ja, dat is wel serieus. Oh, deze L is gewoon public. Ja, hij is L is gewoon public, bro. Hey, je stopt te streamen. Pluk eruit. Hij heeft één keer op die Steam bracket volgens mij Snake tegen mij gepakt. Waarom doet hij dat? Bart, ja, bro, maar ik keek zo naar hem en je had zo die vieze grip van hem. Zo die... Oh ja, die Bart grip. Ja, die vieze lachje. Hij wist precies wat en, hij deed. En Rory, ready? Ja. Die... hij wist precies wat hij deed, bro. He's an asshole. Oh, Bart, man. Oeh. Is dit een downer? Ja, die downer, die naar beneden gaat. Als je van een bepaalde hoek doet, is het gewoon plus 5 verschil. Echt? Ja. Ah, dat is sick. Ik vind het leuk dat ik die al ziet. Sora is niet zo goed. Sora is een high tier tier. Ja. Nou, ik zou zeggen dat hij echt high tier is. Maar hij valt niet in mid tier ofzo. Power of friendship. Nee, sowieso niet. Look into your heart, yes. Yeah. Ook die loop session. Ja, dat was helemaal. Heel goede Tundaga van Jesse. Komt de Blizzaga uit. Dit is altijd zo coach. Ik zie dat laat. Jesse. Wie gaat deze even? Hij weet alles niet. Ik ga zeggen Mario. Oh, wat? Hoe was het van DLC? Nu wel, het is public. I realize Kingdom Hearts is light. Bro, Kingdom Hearts' story en dialogue is zo garbage, yeah. Het is echt funny. Oh, hele mooie up air. Jesse maakt het af. 2-1 voor Jesse in Sora. Safe. Carry the rain experience. Get it! Carry the rain experience. Hell yeah, bro. Ik zal die back airs nemen, man. Wat is met die back airs? Ik heb hem niet. Hoe jij hem doet? Ik weet niet, maar ze lijken kapot. Oh, sowieso, inderdaad. En de move is al slow, man. Ja, maar hij is echt, hij is meaty as fuck, though. Hij is meaty. En hij zegt. Zijn F-smash is de back air meaty as fuck. Bro, zijn F-smash, zag je net? Hij deed regular Gallop, kreeg heel fucking laat. Ja, no. En toen raakte hij nog. Meaty as fuck, fucking pissed, man. Zijn smash stacks allemaal zo DLC. Die up smash bro. Die up smash is huge, kop van één vast. Die down smash. Invisibility phrase for no reason. Oh ja, ik gebruik die move hier. Ja, moet je doen man. Ja. Voor je safe aerial of shield en doe daarna down smash. Ja? Oké, dank je. Is hey bro, oh bro, audio jack in de monitor doen. Audio jack in de monitor bro, audio jack in de monitor. Hold on zo voor je, moet je gewoon downsmashen. Als het plek heeft voor de monitor. Ja, de monitor heeft plek. Als het goed is. Daar rechts als het goed is, ja. Ja, misschien... Want Semmel, die heeft daar geen bij. Ik heb een. Ja, maar volgens mij heeft hij ook geen headset. Dat is stom. Dus ja. Daarom dat hij het heeft, hij heeft headset van denk ik leed. Denk ik. Ja, er is staan bij het anders. Ja, ik kan ook rechts afspelen. Wat is dit? Is het Semmel? Hoe schrijf je Semmel? Z-E-M-M-O. Tegen... Ja, maar ik dacht deze. Ja, deze wel. Je kan hem nog harder zetten. Zie je Wolf? Doe het maar met mensen. Kijk, bij mij Wolf is alleen voor goede spelers. Ja, maar anders... Goeie geer. Laatste keer toen we speelden was, fuck, deze Falco is niet slecht. Dat is zilverkom. Ik moest je wel net laten zien. Ja.
Ik weet toch. Ik heb wel serieus gedaan. Hoe heb je zin om tegen Pac-Man te spelen? Die zei ook vorige keer van, je hebt geen fouten. Ja, nu heb ik mezelf, weet je toch. Maar ja, tegen Pac-Man, de Sephiroth wint van Pac-Man. Nee? Maar ik weet niet of ik Sephiroth ga, ik heb echt geen zin. Ik bedoel gisteren, ik heb echt wel gespeeld. Ik heb gehoord. Ik heb echt wel gespeeld. Dus ik wil eigenlijk geen Sephiroth meer gebruiken tegen spelers. Bepaalde spelers. Wat moet ik niet meer doen. Gewoon, echt waar. Zo'n moeilijke character, man. Ah, ga je aan te boven. Ik wil gewoon mashen. Ja, dat weet ik. Iedereen wil mashen. Nee, maar Bowser is zeg maar, dat geeft ook mijn identity. Zeg maar, dan ben ik de Bowser. Ah, wie wil dan nou? Ja, wie is de controller? Hoe kan je nou die controller niet aan de zetten? Nu bereik je dit. Ik kan je wel op de baris hij nog meer goud kopen met je salaris. Chain. Oh, hoeveel? Nee, deze was best wel goedkoop. Maar je nek wordt niet goed dan. Deze is fake. Wat? Deze is fake goud. Dus je gaat een rode nek krijgen. Nek krijgen. Ik heb geen idee wat dat betekent. Nou, als, goud, als je nep goud hebt, dan word je een rash. Is het zo? Ja. Nee, wacht, laat me het goed uitleggen. Ik heb mooi rash gehad. Als je nep goud, er is zeg maar stof in nep goud waar sommige mensen allergisch voor zijn. Oh. Dan kan je rash. Nee, maar kijk, ik ben blessed met perfect jeans. Ik ben van niks allergisch. Ik moet zeggen, ik ben blessed. Nee, ik ben. Hij moet verder gaan, weet je. Onder andere. Nee, maar ik ben van niks allergisch. Nee, maar ik wacht ook al in chat. Big man, blessed, meteen. Dit is een reference in Deepfly. Ja, jij was hier bij Shuckfest, bro, dan begreep je het. Hij was in Delft. We hebben Trapped in the Closet gekeken. Oh, okay. We Trapped in the Closet. Jij moest erbij zijn, man. Was dat? Dat was fucking laag. Niet van Merda. Merda was fucking cool. Hij werd fucking gek van Herman. Hij was helemaal op de shit doen. Ja, hij was heel hij was een beetje aangeschoten. Dus Merda was een beetje cool. Was hij echt boos? Nee, hij was een beetje irriteerd soms. Bart can attest to that. Wat drinken moet ik wel bij de Jumbo, man. Ik heb ook alleen water bij me. Maar ja, competing is het ook wel. Bro, hey, ik zeg je, ik ben echt scammed bij Rotterdam. Ik kwam terug van die local gisteren. Ja. Ik was van Delft naar Rotterdam gegaan. Oh, ik dacht, local, ja, bij de DSCA ding. En ik dacht van, ik ga bij Dunner Company even dunnetje halen, toch? Ja, bro. Nee. Is wel goede post-tournament eten, zeg maar. Ja, oké. Is wel goede post-tournament. Dus 10 uur of zo. Oké, dat is. Dus ik haal daar doelen. Fucking weinig vlees. Oh ja. Fucking weinig vlees. Ik zou in Turks, bro. Wat is dit? Hij zei, ja, we zullen ook nog salade bij. Nee, ik heb ook geen salade bij. Ik heb alleen die vlees. Hij zei, ja, sorry, bro. Ik zeg tegen hem, bro, die bak zit vol, man. Dus gooi je even erbij. Ja, nee. Hij heeft gewoon niet gedaan. Ik zei, maat, ik eet meer deeg dan vlees. Fucking vies, maat. Ik was echt tilted. Ik heb daarna gewoon nog friet moeten halen, want ik vond het niet lekker. Ik was gewoon niet satisfied. Dat is een hier, bro. Bro, echt scammed in guy, man. Maar hij zei ook van, bro, ja. Want ik zei van, nee, ik heb geen salade. Hij zei van, ja, weet je zeker, bro. Het ziet best wel weinig uit. Ik zei, ja, I know, bro. Ik bedoel, wat vlees bij dan? Nee, maar bij mij in Rotterdam, voor mij zou het wel. Ja, meestal doen ze als je. Of als je geen salade doet, of als je net als je horen Turks bent. Doen ze gewoon extra de baan. Ja. Ik vraag geen Turks van ding. Je hebt ook een Turkse naam. Ik bedoel Turkse language. Ja, precies. Ik heb dat niet eens. Ik spreek ook Turks van jouw broer, mag ik duur een dunnetje. Meestal doen ze gewoon, ja, scoop gewoon hier en dingen. Doen ze gewoon dunner of vlees extra uit. Dat doen ze helemaal vullen. En dit geeft hem niet. Gewoon extra. Dat is gewoon echt zielig, man. Gewoon echt zielig. Ja, bro, dat is Barish en ik. Oh, bro, kent mij niet. Hij is in die school, eigenlijk. Oh, Mezzy, hij is toch sick. Is wel crazy, joh. Is wel crazy dat hij mij niet kent. Terwijl ik eigenlijk ook best wel nieuw ben. Was jij nou gestopt voor COVID? Ik ben dus COVID. Door COVID. Yeah. Oh, dus al die snowboys. Ja, al die snowboys kennen. Heb je al gemist? Ja. We kennen de famous T-shirt die Barish komt erin. Famous. Famous. I made everyone famous. Good time, thanks. Alain, ik ben eindelijk langs de gimmick test van Sonner. Hij gaat niet met jou. Zie je, dit is waarom jij moet komen. Weet je wat jij doet? Je zit gewoon in Zeeland, maar één loco en je gaat gewoon weg. Dat is wat jij doet.
Hij boekt weer naar Zeeland. Komt weer een vliegtuig naar Zeeland. Ja. Oh, hey boys, ik zie jullie over een jaar weer. Gaat meer out of country door Nederland. Maar hij woont out of country. Zeeland zijn. Zeeland is basically out of country. Oh, maar alleen je gaat nog steeds wel de zeg maar spek. Je kent die gimmicks niet. Al mijn homies heet Bowser, ja yeah, bro. Ja, precies. S1. Bro, eerlijk? Nou, ik wil iets zeggen, maar hoor, maar dat nou. nee. Of ja, eigenlijk wel, of ja. Je zou denken van wel, maar nee. Ik wil die ene fucking die snel achter de computer, weet je wel. Hij is hier nog steeds snel. Ik wil die kromme rug, weet je wel. Mensen willen squats redeemen, Lars. Wat ga je ermee doen? Ik wil nog even het huis zetten. Ja, had je wel uit moeten doen. Nee, dat is leuk, man. Ze hebben thuis zitten. Dus hij gaat straks de squats. We team zoveel squats mogelijk en ik zorg gewoon dat hij niet gedaan is. Guys, mijn rug doet pijn. Save me the trouble. Please. Squats zijn voor je benen, bro. Niet voor je rug. Ja, oh, wacht, jij moet ik staan. Oh, shit. Dit is de bootleg PCT commentary. Team Turkish commentary. Alles behalve de game. Dus letterlijk, de Tilburg Clash Thursdays Turkish commentary tournament. Yes, true! Oh. Ik spreek niet eens Turks. We gaan af en toe allemaal naar poison of zo. Ja, dat is mooi. Twitch kan het toch niet censuren, dus ik sta vol! Pezzerwenk. Ik zeg, mijn moeder zei het ooit tegen mijn vader. Pezzerwenk. Dat is all I know. Dat is goed. Dat ga je ook niet doen, man. Je gaat ook niks over de game horen. Swan, ik ga die. Die had gewonnen. Ik denk dat je dan op een gegeven moment, like, tijdens Grand Finals een van de hele filosofische discussie gaat krijgen over het leven. Nou, weer over Genghis Khan hebben. Ja, ja, we hadden die voorhouden over de Ottomaanse Rijk en Genghis Khan. Ja, ik vind het een klein uitstapje. Ja, precies. Ik ben benieuwd waar we het later in de avond over gaan hebben. Nee, het is wel de hero. De held. 17% is die bekker. Niet eens om. Hij mist de schiezer op. Wacht, stop. Ik weet waar die begon, maar random wax. Ja, ja, ja. Bro, neem je shot elke keer als Samuel die Bambi Edge dan is. Hij zit zo. Oh, neem je shot. Oh ja. Lars, hou jij alle scores bij of. Yo, het is een tegelbeurt. Maar is het zo'n webcam, Mike? Yo. Ja, ja. Het is heerlijk, man. Zullen we gewoon hier letterlijk in het midden van het scherm de commentary campen? Tijdens de gameplay. Nee, dan moet je het zeg maar doen. Maar dan moet je het stretchen over heel het scherm. Ja, ja, zo. En dan gewoon lekker op zo'n staart stretchen. Ja, ja. Heel cool. I mean, je kan het doen. Nee. Ja, man. Hoe doe je dat? Is dat een video capture? Oh, dat is een video capture. Minecraft. Yo, the yes! The game! Here we go, here we go! Oh shit. Oké, okay, wacht. Ja, dat die zo die pauze krijgt. Oh nee, het is met shit, het is met shit. Hey, maar dit is kut, man. Okay. Dit is kut. Ja. Yeah. Nee, wacht, ik heb nu niet. Here we go. Oké, dan doe je het like... Dat is gelijk hier. Welkom bij de commentary. Welkom bij de commentary. Hoezo is dit weer mijn top? Blijkbaar verneuk ik het gelijk. Hey, dit is gewoon wel de oké, ja, Zemmel is die 60-0 helemaal aan het dagen. Ja. Zo, ik snap niet waarom hij van me. Het is wel een beetje agony, want ik hoor dat ze het helemaal hard gaan. We weten niet hoe lang. Het is niet voorbij. We weten niet hoe lang de game is. Dat is wel een nadeel. Ja, ja. Dan moeten we eigenlijk wel even fixen. Dat is wel belangrijk voor de kijkers. Kan je niet transparant maken? Nee. Dat kan. Maak het transparant, ja, ja. Gewoon lichtelijk transparant. Ja, ja. Dan moet je hem gewoon fullscreen doen als hij transparant is. Nee, dat, anders is het niet zo kust. Mij is dat bij de filter.
Ik weet het niet meer. Ja, ik weet het niet. Het is echt fijn. Hey, het zou echt. Ja, ik weet het ook niet. Ik had het niet ergens gefixt. Oh shit, dit is een fucking shot. En de kid. Dit gaat nu nog goed. Ja. Je zou, oh, je zou het lekker met chroma hier met like half kleur en dat gewoon. Ja, ja, ja. Dan kan je het ook. Wat is dit? What the fuck is F-line dan? Ik ga erop klikken, joh. Lut. Ja, sure man. Gewoon volledig aan. Hij doet niks. Ja. Oké, weet je, Lut werkt niet. We verwijderen Lut. Ja, Lut is een slechte deal inderdaad. Ja. Oh, hé, hey, Zemmel heeft 2-0 gewonnen. 2-0 gewonnen, ja. Ik kan ook een andere zin. Het is wel prachtig. Lars, hoe maak je shit transparant in je stream overleg? Ik kom zo bij. Het is heel cursed momenteel, dus... Jij mag tegen Lex streamen. Wat heb ik? Oké. Is dit wat de stream zit? Ja. Ja, dat is een boom. Ik ken die Yo, de epic webcam. Maar we kunnen de timer niet zien. We moeten een beetje transparant. Nou, ik moet gamen, dus ik ga gamen, man. Ik ga een beetje... Oh, nee. Nee, als je me alleen laat, kan ik het niet doen. Zij zien het allemaal. Oh, hier had ik het video. Juist, ik heb hem. Hold up. Is dit hem? Ik weet niet wat ik mis. Ik heb... Nee, maar ik ga even kijken wat hij allemaal aan de hand is. Ik heb ook geen idee hoe het werkt. Oh, wow, nee, nou maak ik lekker white. Maar ze zien nog steeds dat daar boven gewoon. Ja, ja, ze zien hoe ik aan het experimenteren ben. Nee, dat doe ik niet. Oh nee. Annuleer. Ik heb ergens transparantie gedaan, maar ik weet niet waar het fuck is. Schrijf ik niet een beetje naar het nee, dat is niet eens. Maar kan je dat dan ook niet gewoon naar midden onder kijken? Natuurlijk wel, maar dan gaat het over de overleven van het ding. Oh, dat is... Snap je? We kunnen het ook hier doen, maar dat is echt midden in de gameplay. Ja, ja, precies. Het is nu kunnen we nu dagen. Hey, doe lekker lang over je mies maken. We hebben de tijd denk ik wel nodig. Ja. Maak er gewoon voor elk character één. Leef je uit. Rustig. Hoezo moet het rustig aan? Ik probeer de transparency te fixen, man. Oh. Dus neem je tijd. Ik denk dat het echt bij filters moet zijn, effecten filters. Ja, dat heb je. Aha! Hey! Ja, ik kreeg hem wel. Nee. Ja, sure. Fuck. Hey. Maar een beetje fuck. Ik dacht dat ik het had. Nee, als het zo is, is het gisteren alweer. Mijn broadcast. Is er niet iemand een stream expert of zo? Nee, niemand. Nope, ook niet. Ik probeer gewoon elke effectie erin te gooien. Of scroll. Dat is wat de speed. Oh yes! Wow! Let's go! We hebben hem! Nee, we hebben niet transparency, maar we hebben wel eens. Oh, what the fuck! Yo, wat zijn jullie aan het doen? Oh, we zijn commentary cam aan het editen. Dat komt van, maak even groot, maak even groot. Hey! De seizure cam. Dit is de quality stream die ik zo. There we go. De echte PCT experience. Waarom scrollt hij? Omdat ik dat wou. Dat is net ingesteld. What the fuck? Ik wist niet dat kon. Bij scroll kan dat. Ja, ja, het heet scroll. We hebben nu alles uitgevoerd. Oh, we kunnen... Oh, je kan het gewoon weg laten scrollen en dan verdwijnt het. Als je het niet loopt. Oh. Dat is wel vet. Ja. Oké. Wacht, wat als ik vertical speed echt... Oh, je kan het... Oh, je kan het dingen. Oh, kan je dit niet dynamic maken? Van wave. Ja. Volgens mij niet, maar dat zou wel echt hype zijn. Misschien als je dan niet loopt en dan een nieuwe invoegt. Maar dat is echt heel veel goed. Ja, maar dan moet je heel erg opnieuw doen. Ja. Nee, dat is oké. Ik stop broad, hoor. Ja. APM is knop te drukken. Wat als ik nog een
Wacht. Wat als ik nog een scroll toevoeg? Ja, nee, dan doe ik het ook. Want ik wist niet zeker. Wacht. Wat zijn jullie aan het proberen? Funny moments? Yo! Ik heb dit letterlijk een keer gedaan. In een Discord call. Het is zo kut. Dat is net zo'n laatste keer om dat doen. Ja. Je moet je loading cap ook bij. Ja, precies. Oh ja, oké, okay, dan. Oh, je kan dus dubbel de stijl. Je kan shit, wow, ik kan direct stijl laten gaan. Hold up. Wacht, no way dat je. Okay. Jawel, je kan het stacken. Is dat. Wat als ik hier. Ja. Yeah. Oh my god, what's up? Je had een headset bij. No, nope. Man. Nope, oké. Okay. Wacht, ik ga. filters. Bro, als ik gewoon nog eens scroll. Ja. Hoe snel het gaat. Bro, je kan super snel laten gaan. Lars, je kan scroll status snacken, zodat je super snel scroll krijgt. Dat kan alleen maar sneller gaan. Het is fucking op, like. What the fuck? Bro, als ik nou. Oh, kijk, ik heb. Kijk, hij gaat. Oh, die zie je? En nou, boom. 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 Nog eentje. More speed. Oké, we doen wel. We doen twee. Het is één. Hoe ziet dat eruit? Nou zie je wel een beetje wat de mensen zitten. Ja, precies. En nu denk je wat voor kleur. Ja, we doen wel één. Ja, nee. Stop, wacht. Ik ben transparency nog steeds met de chroma key. Oh. Ja! Ja! We hebben de transparency! Let's go! Oké. Nou kunnen we het. Nou kunnen we het op de scherm. We hadden even de transparency nou. In de Mimo hebben we echt alle filmpjes ooit gevonden. Ja, ja. Gaan we dit doen? Ja, nou. Dit is de nu. Thanks. Hold on. Kijk, je ziet ze. Ja. Maar de Smash gameplay is wel goed. Ja, dat. Hij moet denk ik iets later. Ik denk dat het zo goed is. Ja. Perfect. Welkom bij de TCT stream. Nou moeten we alleen even. Waarom is het zo? Scroll ook diagonaal maken. Ja. Dit is echt een TCT experience. Lars, je moet deze stream zien, man. De average TCT experience. Was je van plan deze gameplay uploaden? Want dit is echt een fucking. Oh god, fuck. Probeer jullie het wel uitzetten. Oké. Ik wil een bot wel zo lang van houden. Mensen kijken een bot van dit. Het was leuk zolang het hier weer op is. Ja, dat is wel goed. Oké, nou moet ik even dit. Blijf voor jullie terug. Binnenstaan 2 of 3. Lars, is het binnenstaan 2 of 3? Het is quarterfinals. Squad. Nou, dat is leuk. Dat is mijn hoogste punt. Ja, dat is goed. Je zou het wel moeten doen, Lars. Je zou het wel moeten doen. Dat is wel een mic, ja. Daarom wou ik ook content schrijven. Oh, man. Ja, Lars is dat. Lars. Kijk, mensen Precies. Bro, Sam, als ik hier drank had, had ik een shotje gekomen daarvoor. Maar helaas. Je weet wel je punten, maar echt niet squat voor zilveren. Niemand kan het doen. Hij heeft net 5 gedaan, je zat alleen. Ja, precies. En de squat heb ik gezegd. Ja.
Ik heb wel een move gedaan, zoals dat. Nee, hier heb ik mijn hand. Ja, dat is een mic. Nee, daar boven die rooi. Oké, Zemmel leeft mij, Sonne komt weer back. Sonne, je hebt de commentary cam hype gehad. Wat? De commentary cam hype. Is dat het dan? Nee, Lars heeft uitgeschept aan de commentary cam. Bro, kijk de cam. Waar heb je ook? Ja, je kan tussendoor wel doen. Ja, het is een game. Oké, ik ga hem wel. Oké, maar ik ga hem wel gewoon fixen dan, hoor. Filter! Kroma kiezen. Tussendoor. Oké, voor tussendoor doen we de commentary cam. Kijk, is de commentary zo goed? Zo snel laten spawnen, wat wil je? Ja, sneller. Je wilt sneller? Oké. Ja, wel. Dat curse. Yo, Las. Las, Sam zegt hoi. Jung Stuffy. Jung Stuffy. Oké, Lars zegt Roy terug, bro. Oh, je blijft hem nog aan? Ja, tuurlijk, bro. We zijn komst. Komst. Maar we zijn komst. Oh ja. Komst. Hey, thanks for the sub. Bro, mensen gaan surfen voor DCT? Oh my god. Thank you. Safety. DCT. Yo, Wat is naam gegeten? Wat zit er dan? Oh, het is voor nou. Wat is dat? Ik denk aan Koen. Oh ja, Koen. Was dat Koen? Was dat Koen? Ja, Koen. Dat is wel Koen. Yo. Ga je ooit nog naar melee toernooi of niet? Zeker. Dat doe je alleen Project M. Ja, ik weet niet. Ik denk het wel. Boos is niet aan de andere kant. Ja, ik denk. Ja, sorry boos. Eet je in Rotterdam, dat is niet aan de andere kant van het land. Nederland wel, ik bedoel Europa is wel een beetje centraal. Ja, boos. Dat is ook wel deze. Hey, Milo in de chat. Fighting Planet. Fighting Planet. Ik dacht niet van mij. Oh, het is 1 op 3. Ja. Lars, is dit best op 5 of best op 3? Okay. Wanneer is best op 5, weet je wat? Ik zou top 6 doen. Ja, dat is een beetje nog steeds lang. Ja, toch? Ja. Ja, ik heb het echt berekend. Ik heb berekend, nog 2 uur ongeveer. Ja, ga niet kijken. Oh, wat een legend. Ja, ik ben inderdaad een nummers genius. Noem mij een nummers genius. Ik wou het bedenken. Ja. GG's, Lex win 2-0 en commentary cam gaat aan. De Sas boy. It's me and your boy AC.
Welkom bij de TCT. Kom een tagie. Sorry, ik ga het gebruiken. Oké. Like, ik vind shock. Oké, boys, we hebben heel even een break op stream, dus dit wordt de gameplay voor een tijdje. Dit is echt verschrikkelijk. Last join the cops, last. It's your boy Shuk, on stream, multiple times. Faster? Faster, ik kan faster maken, bro. Nog een scroll toe. Ik merk al gewoon bij Ballen dat die wel... Voor nog een school heb ik dat ietsje meer klik dan met Mario. Here we go! Ik kan veel makkelijker de ideeën die ik kan translaten naar iets wat ik wil. Nee, maar dat dus. Voor wat je wil doen van mij. Dat is zoveel chiller. Dit is wel gewoon peak TCT. Ja, ik weet beter dan dit wordt het niet. Ja. Precies, Milo. De TCT-kwaliteit die je van ons gewend bent, man. Oké, weet je, mensen zeggen dat ze migraine ervan krijgen, we veranderen het wel, om het uit te balanceren. Maakt heel slim juist. Nee. Gaan we de andere kant op. Here we go, we gaan nou naar rechts boven. Here we go. What's up, boys? Dit zou misschien een beetje kunnen fixen. Ja, om het uit te balanceren. Ja. We kunnen ook, wacht, we gaan ook naar onder natuurlijk. We zijn net naar linksboven gegaan, dan moeten we naar rechts onder. Ja. Hup. Hup. Hup, there we go. Maar dan is het probleem dat... Je opties stellen het nieuws. Druk op 1 of zo verder. Graag gedaan, bro. Dat is best wel heel veel show verder. Maar op Mario heel chill. Klopt. Dat is dan ook zo. Daarom. Ja, dan moet je even wachten op iemand op screen. Heel kut. Ik begin er nou zelf een beetje gek van te worden, man. Ja, zeg maar heel langzaam. Ja. Tot 1 en 2 doen we weg. Ja, we kunnen wel normale Kella zitten dan tussentijd gewoon een Steam Pierce hard zetten. Oeh, sounds good. Ja, want we moeten wel bezighouden, right? Ja. Oké. Wow. Disrespect ready is kan nu op Steam. Oké. Maar we kunnen tussentijd best 5. Ja, best 5? Oké. Wacht. We hebben scorebord nodig. Oh shit. We hebben scorebord nodig, bro. Hold up. Ik denk dat het echt bijna gaat. Dus ik ben nu wel een beetje... Hold up. RPS. Nee. Links, Messi. Oh god. Rechts, Azrael. Dat is 0-0. Oké, here we go. Oké, wacht. Here we go. Messi. Wat zit er aan de lijn? Een ketting. Ja, kan. Nee, doe ik niet. Oké, het is over dat. Wat gaat er nu gebeuren? Oh! Jij bent zo klaar. Jij wordt zo geriet. Jij wordt geriet. Jouw brain is 2-0. Boys, dit zijn hersens. Dit is een brain. Hij is van een bouwse, maar hij drukt A. Zo goed ben ik een RPS, boys. Het staat tegen de RPS. Zo goed ben ik een RPS. Gaat zo naar de player adaptions. We gaan het zien. Wat? Oh, geen cheaten, hè? Wacht, oké. Oké. Kijk, ken je de adaptations? Oké. Wie in dus? Niks aan de hand. Ja? Oh, adaptations! Klaar! Oh, 3-1. Best of 5 geworden. En een handshake. GG, mijn armband is los. Maar dat maakt niet uit. Ik wil er eigenlijk goed bij aan moeten gaan. Boys, ik wil een slechte announcement voor maken. Dit is niet heel fijn om te zien. Ik weet dat ik fans heb die mij hadden willen laten zien. Weet je wel, maar het is oké. Weet je, bro. Oh, Messi is een top melee speler. Weet je wel, dus. Weet je, hij is gewend om hele snelle keuzes te maken. Weet je wel, gewoon. Precies. Ja. Ik ben aan de high tempo gewend van de Rock Paper Scissors Meta Game. Ja. Terwijl hij voor een minuut per stok nodig heeft om na te denken. Ik zit daarvan. Ja, wat moet ik doen? Ja. De Dorsbouw is super. Hij wilde die Falcon Hands niet. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Geen idee. Falcon Hands. Bart, tot je bij Shuckfest. Falcon Hands. Geen idee waar hij het over hebt, bro.